Gerard Kroon. Volgende week meer Post Enschede. KRO. Het gevoel dat je wilt delen. Ook in KRO's radiotheater. Het beroep van detective is niet van gevaar ontbloot. Suzanne, detective in de reeks Suzanne & Co, detectivebureau, loopt risico's in aflevering 3. Luistert u naar Achtervolgingswaanzin. Oh nee, als ik maar niet te laat kom. Die winkel is vast al dicht. Nee, ongelukkig. Meneer! Wacht, meneer! Mag ik er nog even in? Ik ben vergeten kattenbrokken te kopen. Eigenlijk liever niet. Nou ja, snel dan. Oh, wat fijn. Ja, ik ben zo weer weg, hoor. Waar staan ze? Dan ben ik nog sneller. Daar rechts in het laatste schap. Wat een leuke winkel heeft u. Veel spullen, dat wist ik helemaal niet. Ja, ik kom hier zo vaak langs, maar... Het is eigenlijk de eerste keer dat ik hier echt binnenkom. Ja, ik heb ze gevonden. Ja, ik kom eraan, hoor. Het spijt me echt dat ik u nog zo laat lastigval. Nou, hier, kattenbrokken. Is 4,85. Zo. Nou, u bent wel duur. Je hoeft hier niks te kopen. Pardon? Jij koopt hier nooit iets... Waarom nu dan wel? Heb jij misschien een speciale reden? Waarom nu wel? Ik vergat ze bij de supermarkt. Ja, zo dom, hè? Waar was ik met mijn gedachten? Ja. Waar was je met je gedachten? Huh? Waar ben je nu met je gedachten? Nu? Nou, bij u. Bij de kattenbrokken. Ik wil niet dat je met je gedachten bij mij bent. Ik dacht al zoiets. Huh? Toen je binnenkwam, zag ik het meteen. Had ik mijn intuïtie maar gevolgd. Nou ja, zo serieus hoeft u het niet te nemen, hoor. Over een paar tellen ben ik weer buiten en dan denk ik weer heel ergens anders aan. Bijvoorbeeld aan de ingrediënten op het pak kattenbrokken. Ja, dat zal wel. Vertel me nu maar de echte reden waarom je hier naartoe bent gekomen. Nou, dat zei ik daarnet al. Ik was iets vergeten. Nou, het spijt me dat ik normaal hier niets koop, maar ja, ik was al bang dat u een beetje duur zou zijn. En zo rijk ben ik helaas niet. Ik heb liever dat je hier helemaal niet komt. Mevrouw Suzanne. Huh? Hoe weet u mijn naam? Het is goed de naam van je achtervolger te kennen. Achtervolger? Jij hebt toch een detectivebureau? Ja, Suzanne & Co. Detectivebureau. Koos mijn kat, daar zijn die brokken voor. Ja, dat weet ik. Je bent het gewend mensen te achtervolgen, dat is je beroep. Het is dus een klein kunstje om dat heel onopvallend te doen. Ik heb liever niet dat je hier nog komt. Wat? Denkt u dat ik u achtervolg? Ja, dat zul je nooit toegeven, hè? Met je beroepsgeheim. Meneer, ik heb inderdaad een beroepsgeheim. Maar waarom zou ik u achtervolgen? Misschien wil je me in je grip krijgen. Hè, precies weten wat ik de hele dag doe. Ik weet niet. Je zult er wel een goede reden voor hebben. Wat? Meneer, ik achtervolg alleen mensen in opdracht. Het is mijn baan, ik krijg er geld voor. Het interesseert me niet hoe u 's morgens de mat neerlegt en de vlag ophangt en hoe u 's avonds het geld telt. Wat een idee. Nou, ik heb echt wel iets beters te doen. Dat zeg je alleen om gerust te stellen. Nou, ik wil u helemaal niet gerust stellen. Waarom zou ik dat doen? Ik ken u niet eens. Zo meteen ga ik hier weg en dan laat ik u hier achter. Thuis ben ik het alweer vergeten. Je kunt mij niks wijsmaken, Suzanne. Jij hebt dit van tevoren zo bedacht. Het enige dat ik bedacht heb, is dat mijn kat zonder eten zit. En die ga ik nu zijn brokken geven. Ja... Nee, jij blijft hier. Ik wil zeker weten dat jij me niet achtervolgt. Oh, ik zweer het op mijn pak kattenbrokken. Kan ik nu gaan? Nee, jij maakt er een geintje van. Zo makkelijk overtuig je me niet. Nou, vertel me wat je al van me weet. Ik weet helemaal niets van u. Jawel. Ja, je moet toch iets gezien hebben, hè? Dat ik kalend ben en misschien te hard door mijn neus adem als ik tegen je praat en dat soort dingen. Nee, dat is me niet opgevallen. Meneer, het spijt me heel erg als ik misschien de illusie heb gewekt. Het is absoluut niet mijn bedoeling, maar nu moet ik echt gaan. Ja, wat doet u nu? Ik ga jou opsluiten, zodat je me niet kunt achtervolgen. Ik laat je gang niet gaan. Morgen loop je toevallig weer binnen voor kanariezaad of een pak melk of iets dergelijks. Je blijft dan een beetje hangen terwijl ik andere klanten help. En overmorgen sta je bij mij thuis voor de deur. Ik sluit jou op, dan kun je nergens heen. U bent echt niet lekker, hè? Ik voel me heel goed, dank je.
Ik ben blij dat ik op tijd dit idee heb gekregen. Laat me los. Wat gaat hij doen? Stribbel maar niet tegen. Ik bind je handen even vast. Nee. Je weet nooit waar die nieuwsgierige handjes toe in staat zijn. Laat me los. Nou, niet protesteren. Ik ben sterker dan jij, hoor. En dat is dan ook meteen het laatste wat je van mij te weten krijgt. En je hoeft ook niet te schreeuwen. Er is hier niemand die jou kan horen. U bent echt gestoord. Laat me los. Gestoord? Nee. Nou, misschien een beetje dom dat ik jou die winkel heb binnengelaten. Meneer, ik wil u echt niet achtervolgen. Laat me nou gaan. Nee, liefje. Het is echt beter zo. Laat me los. Niet zo tegenstribbelen. Laat me los. Ik wil hier weg. Nee. Je komt hier pas weg als ik je eruit laat. Laat me hieruit. Je bent hartstikke gek. En dan ga ik vannacht eens bedenken wat ik verder met je doe. Goeienacht. Ik wil eruit. Gestoorde. Idioot. Kom terug. Ik stop met die beroep. Ik word echt steeds gekker. Ik weet het trouwens al. Morgenochtend vroeg moet ik naar de veiling voor bloemen. Zo'n 2 keer in de week doe ik dat. Dan moet ik heel vroeg mijn bed uit. 5 uur. Laat me eruit! Laat me eruit! Soms wordt het ook wel eens 6:30 hoor, als ik erg moe ben. In ieder geval, dan ga ik met mijn busje op weg. Ik rijd door de polder. Dat is het rustigste. Kom je bijna geen mensen tegen. Heerlijk. Geen mensen om me heen, geen pottenkijkers. Ik zet het raam open en de wind waait heerlijk tegen mijn gezicht. Mijn haarlokken wapperen naar achter. Ik adem die frisse lucht diep in. En langzaam word ik wakker. Dan zet ik de radio aan en zing hard mee met Hollandse hits. Ik kijk altijd om me heen. Naar het mooie landschap dat nog in de dauw ligt. De sloten die parallel aan elkaar liggen. En in de verte de kassen. En na 10 minuten rijden kom ik altijd langs een klein schuurtje. Het staat er al zolang ik mijn winkel heb. Toch wel zo'n 30 jaar. Ik wil weg. Doe open. Al heel lang dus, hè. Ik heb nog nooit iemand in dat schuurtje gezien. Nou zit ik te denken. Ja, dat is precies een goede plek voor jou, Suzanne. Ja, goed idee. Als je daar zit, weet ik zeker dat je me niet meer lastig zult vallen. Ik zal wel zwaaien als ik langskom. 2 keer in de week. Misschien zwaai ik ook wel niet. Ik heb er een hekel aan om onderweg mensen te zien. Ik doe net of je er niet bent. En na een tijdje zonder eten en drinken ben je er natuurlijk ook niet meer. Ik wil hier uit. Ja, zo ga ik dat doen. Dus het wordt lekker vroeg opstaan, liefje. Opa! Ja. Opa, alsjeblieft. Hey, geduld. Morgenochtend, 5 uur, 5:30. Slaap zacht, Suzanne. Hallo, is daar iemand? Ja, ik ben hier. Haal me eruit. Oh, gelukkig, eindelijk iemand die me eruit komt halen. Ik ben hier. Wacht even, ik doe de deur voor je open. Graag, ik wil er zo snel mogelijk uit. Je bent weer vrij. Oh, gelukkig. Ik zag mezelf al in dat schuurtje in de polder zitten. Schuurtje? Is het weer zover? Hoezo? Heeft hij daar nog meer mensen in gestopt? Nog meer mensen? Nee, volgens mij bestaat dat schuurtje niet eens. Wat? Je moet mijn vader niet te serieus nemen. Het is maar een spel. Nou, bedankt. Leuk spel. Wil je het touw van mijn handen afhalen alsjeblieft? Wacht even. Jij bent toch detective? Ja, nog wel. Maar als het zo doorgaat, dan duurt het niet zo lang meer. Dan heeft hij je vast opgesloten omdat hij bang was dat je hem achtervolgde. Nou, het maakt me helemaal niet uit waar hij bang voor is of doet alsof. Ik wil naar huis. Maak me los alsjeblieft. Ja, zo meteen. Hij is zo voorspelbaar. Ja, lach er maar om. Hij heeft hier ook wel eens een slager opgesloten omdat hij misschien wel zijn vlees wilde. Grappig, hè? Nee, ik vind het helemaal niet grappig. Ik wil hier weg. Haal de touw er nou af alsjeblieft. Ik zal het zo doen. Mijn vader bedoelt het niet slecht. Hij is alleen een beetje raar. Na een tijdje raak je eraan gewend. Ik wil helemaal nergens aan gewend raken. Ik wil naar huis. Sst, niet zo hard schreeuwen. Dan bederf je het spel. Mijn vader denkt dat je nu ongeveer in slaap bent gehuild. Dat kan me niet schelen. Maak me los en doe de winkeldeur voor me op. Ik wil naar huis. Jammer dat je niet mee wilt spelen. Nou goed,
Ik maak je los. Hier heb je de sleutels. Maar dan moet jij iets voor mij doen. Wil je mij opsluiten in dit hok? Dan gaat het spel gewoon door. Mijn vader komt af en toe luisteren of hij iemand hoort ademen. Morgenochtend zal hij er pas achter komen dat ik het ben. Maar dan heeft hij zijn plezier al gehad. Wat? Ga jij die man een plezier doen? Het is gewoon een leuk spel. Alsjeblieft. Oké, ik zal je opsluiten als jij dat wilt. Wil je de sleutels door de brievenbus doen als je buiten bent? Ja, dat is goed. Oh, ik ben hier weg, hoor. Nog bedankt, hè. Tja. Hartstikke gek. Oh, nee, nou vergeet ik de kattenbrokken. Oh, sorry, Ko. Ik ga echt niet nog een keer naar binnen. Aflevering 3 van het hoorspel Suzanne & Co. Detective Bureau, geschreven door Anita de Rover. Suzanne werd gespeeld door Lia Bolte en verder werkte mee Joep de Bond en Marie-Christine op den Kelder. Techniek Hajo van der Werf, regie Louis Houwet. Dit is...